We zijn hier vanavond bij Kluiterberg. Dirk, dankjewel dat je voor de camera wilde komen. Het is volle bak hier. En je kunt volgens mij gerust wel zeggen dat jullie het vers zijn opgeschoten. Nou, zoals je ziet, er is volle bedrijvigheid en we hebben de laatste paar maanden hebben we er flink aan lopen trekken, zeg maar, zoals dat heet. Ja, we zijn flink opgeschoten. Het komt ook deels dat we de wagen prefab hebben kunnen maken. Dat is allemaal delen op de grond en op elkaar zetten. Er moeten wat mondjes aan, wat neusjes aan, wat oogjes aan en dan kom je tot de creatie Tiki. Ja, want de creatie Tiki, dat is wel hetzelfde gebleven, hè? Want een paar weken geleden werd er door de gemeente besloten dat jullie niet een rijdend Corsa mochten hebben. Zijn jullie wel bij hetzelfde ontwerp gebleven of hebben jullie daar nog wat aanpassingen aan? We zijn bij hetzelfde ontwerp gebleven, mede doordat we er al twee van die Tiki-poppen op aan staan. Dus we hebben gezegd van ja, wat gaan we doen? Nou, we gaan de poppen gaan we een beetje verplaatsen, zodat hij niet naar voren kijkt, maar dat alle poppen naar de straat staan gericht. We hebben gezegd van we maken hem gewoon af zoals je moet. Dus er komt een ton aan bloemen komt eraan. Wanneer beginnen jullie met prikken? Ja, ik denk dinsdagavond. Ligt er ook aan welke bloemen we allemaal krijgen uit den landen. Nou, dinsdagavond hebben we eerst Sint-Jansklooster en later op de avond volgens mij Volhoven. Nou, dan gaan we kijken wat we krijgen en hoeveel volk er in de tent zit. En anders gaan we alles voorprikken en dan beginnen we woensdag. Maar ja, dat zeg ik. Ligt eraan hoeveel volk er is. Dat is zeker belangrijk. Ja. Hey, super. Nou, dankjewel. En maak er wat moois van. Gaan we doen.